Deze video laat zien hoe een Invited Smart Lock geïnstalleerd moet worden. Alles wat je nodig hebt om een Invited te installeren, wordt standaard meegeleverd in één doos. Alle losse onderdelen en een uitgebreide gebruiksaanwijzing vind je onder de inlay die je eruit moet tillen. Je begint met het demonteren van het bestaande beslag. Schroef het inbusboutje uit de greep aan de binnenkant van de deur. Afhankelijk van jouw beslag moet je eventueel de afdekplaat eraf klikken. Verwijder de schroeven waarmee het binnenbeslag vastzit. Bewaar deze, want die hebben we straks weer nodig. Haal vervolgens ook het buitenbeslag van de deur af. Verwijder daarna de cilinder, waarvoor je de schroef aan de zijkant van de deur moet losdraaien. Je kunt nu de meegeleverde Invited cilinder plaatsen. Kijk of de lengte van de oude cilinder overeenkomt met de lengte van de Invited cilinder. Bij dikke deuren kan het voorkomen dat er langere cilinders gebruikt moeten worden. Deze kunnen eventueel via de website bijbesteld worden. Plaats de Invited cilinder met de messingstift aan de binnenkant en schroef de cilinder weer vast. Voordat je het buitenbeslag kunt terugplaatsen, moet het iets aangepast worden. Daarvoor moet je de vierkantstift verwijderen. Deze draai je los aan de zeskantmoer. Bij sommige deuren kan deze behoorlijk vastzitten. Pak er dan even een tang bij. De knop kun je nu weer vastzetten met een kort boutje. Er worden standaard 3 verschillende boutjes meegeleverd, omdat de maat per beslag kan verschillen. Kijk welk boutje voor jou past. Voor deuren met een klink aan de buitenkant, bijvoorbeeld achterdeuren, wordt een speciale vierkantstift meegeleverd. Steek deze stift vanaf de binnenkant door het insteekslot en bevestig het buitenbeslag met de klink. Neem nu de speciale bevestigingsplaat en bevestig die met het SKG-logo naar voren aan de binnenkant van de deur. Plaats nu ook het buitenbeslag terug. Om het beslag nu vast te zetten, gebruik je de schroeven waarmee het oude binnenbeslag oorspronkelijk bevestigd was. Plaats bij de onderste en bovenste schroef een meegeleverde ring voor extra stevigheid. Neem nu de kunststofbehuizing van de Invited en plaats die op de bevestigingsplaat. Zorg dat de stift van de cilinder zo gedraaid is dat het slot erop geschoven kan worden. Schroef de behuizing met 4 schroeven handvast op de deur. Pak nu de afstandsbedieningen en plaats de batterijen. Doe deze met de plus naar beneden erin. Haal de batterijhouder nu los en plaats de 6 meegeleverde batterijen in het slot. Zodra de laatste batterij geplaatst is, begint de LED te knipperen. Eerst kort oranje en na enkele seconden rood. Zodra de Invited rood knippert, druk je 1 van de meegeleverde afstandsbedieningen in. Hiermee start je het zogenaamde kalibratieproces. De Invited draait in beide richtingen en leert nu welke richting hij opent en sluit. Omdat de deur tijdens dit proces even ontgrendeld wordt, moet je de deur even dicht houden zodat deze niet openspringt. Als het kalibreren succesvol is verlopen, hoor je een piepje en knippert de groene LED. Mocht om welke reden dan ook het kalibreren niet gelukt zijn, zal er een foutmelding komen en de LED oranje blijven knipperen. Druk dan nogmaals op de afstandsbediening en houd de deur goed dicht. Als je insteekslot niet soepel loopt, kan het voorkomen dat Invited niet werkt. Let hierop voordat je begint met de montage. Na het kalibreren kan je de afdekkapper opplaatsen. Deze schroef je aan de onderkant vast. Je Invited is nu meteen klaar voor gebruik.